Dames en heren, hallo. En leuk dat je weer kijkt. Ik was nog niet helemaal klaar met het onderwerp vaccinatie, want de propaganda gaat maar door. En ik kan nog even stilstaan bij een heel simpel voorbeeld van een vaccinatieleugen. Ik hoop toch echt dat de grote massa wat kritischer gaat worden naar bijvoorbeeld dit onderwerp. Want je kan de overheid helemaal niet vertrouwen. En dat is ook al lang aangetoond. Eventjes terug naar zo'n arm babytje wat nog geen jaar oud is en kijk eens hoeveel vaccinaties die al ingespoten heeft gekregen. En dus ook alle stoffen die erin zitten, ja, ik heb ze al eerder laten zien, die niet goed zijn. Niet goed. Hier, wat zit er ook alweer in? Dit had ik de vorige keer vergeten te vermelden. Reststoffen, zoals antibiotica, zoals, nou ja, embryocellen van kippen, eiwitten, en ook cellen van de menselijke embryo's. Maar dat zijn geen nieuwe embryo's, dames en heren. Maak u zich geen zorgen. Nee hoor. Dit zijn doorgekweekte cellen van een embryo ergens in de jaren 60. Nou. Anyway, het is gewoon te triest voor woorden. Maar ik wil er eentje uitpikken. He, want iedere Mongool die gewoon even logisch nadenkt, snapt dat dit niet gezond kan zijn voor een kindje. Dat daar risico's aan vastzitten. Dat daar op latere leeftijd problemen, niet alleen op latere leeftijd, dat er problemen kunnen ontstaan. We hebben ze ook al behandeld, hè? Allerlei extra vagante verschillen tussen gevaccineerde en niet gevaccineerde kinderen als het gaat om chronische aandoeningen. Auto-immuunziektes, bepaalde ontstekingen die steeds terugkomen, astma, bronchitis, nou ja, et cetera. De hepatitis B, daar wou ik het nu eens even over hebben. Want dat is gewoon een heel simpel voorbeeld. Laten we teruggaan nog even naar de website van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken. Een stukje over hepatitis B. Slokje water. Hepatitis B is een ziekte die de lever aantast. De ziekte wordt doorgegeven door het bloed en door andere lichaamssappen. Ja, maar dan moet je niet denken aan speeksel, maar eerder aan bijvoorbeeld sperma. Meestal geneest de ziekte vanzelf. De ziekte maakt sinds 2003 deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. En kinderen van ouders uit landen waar de ziekte veel voorkomt, worden er doorgaans tegen gevaccineerd. Per 1 augustus 2011 werd het hepatitis B-vaccin aan het DAKTP-HIB-vaccin toegevoegd. De Gezondheidsraad, gaan we zo nog even terug naar kijken, adviseerde minister Klink het hepatitis B-vaccin standaard op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Reden voor deze aanbeveling is het stagneren van de daling van besmettingen met het hepatitis B-virus op basis van het vaccineren van risicogroepen. Dus drugsgebruikers, mensen met veel wisselende seksuele contacten en besmette zwangere vrouwen. Een kwart van de nieuwe besmettingen zou niet binnen de risicogroep vallen. De reden hiervoor is onbekend. In het adviesstuk van de Gezondheidsraad van maart 2009 wordt vermeld dat onduidelijk is hoe lang het vaccin bescherming geeft wanneer het op jonge leeftijd gegeven wordt. Dat is onduidelijk. Misschien betekent dit dat tegen de tijd dat uw kind seksueel actief wordt, het vaccin niet meer beschermt, vraagteken. Nou, vaccin, maakt sinds 2003 dus deel uit. Wordt dus, ja, dat hebben we al gezien, hè, 2, 4, 11 maanden. Het werd eerst alleen aan baby's gegeven, wie de ouders uit een land of gebied komen waar hepatitis hoog endemisch is. Maar in ons land is het helemaal niet hoog endemisch, zelfs heel laag endemisch. Het is een beetje raar dat dit vaccin standaard is opgenomen op een bepaald advies. Je zou zeggen, dit is een cadeautje voor de fabrikant. Die kan x miljoen incasseren per jaar. Bedankt. Bedankt, adviesraad in dit geval. Gezondheidsraad. Wat is dan die gezondheidsraad? 111 leden, met een paar voorzitters en een paar ereleden. Wetenschap en gezondheidszorg. Ja, dit is dus de industrie. Hè? Want het is de markt. Zoals we dat hier niet alleen in Nederland, maar ook in heel veel andere landen zien. Een goed evenwicht. Ja, ja, diverse disciplines. Nou, ik hoef je ook niet meer te vertellen dat al die proveranders, professor, dokter, meester, ingenieurs, blablabla, bla, bla, allemaal hoog hebben gezeten in universiteit, dat zijn dus ook vaak mensen die zijn geïnitieerd in bijvoorbeeld de vrijmetselarij en andere geheime societies. Deze mensen kun je helemaal niet vertrouwen.
En dat zijn de mensen die zogenaamd wetenschappers zijn. Nee, dat zijn ook mensen die gewoon hun zakken vullen in het bedrijfsleven. En dat kan samen gaan. Deze mensen doen de zogenaamde onderzoeken. Die ruimschoots worden gefinancierd door de industrie. Door de farmaceutische industrie. Die hebben zoveel geld, ja. Die kunnen zoveel onderzoeken sponsoren. En wat geldt voor een onderzoek? Wie betaalt, bepaalt. De uitkomst ligt eigenlijk vooraf al vast. En wat doen ze dan met enorme PR-campagnes, hè, met lobbyactiviteiten, van heb ik jou daar. Dan komen ze met een heel pak onderzoek aan en zeggen ze, kijk eens even dames en heren, we moeten dit vaccin gaan geven aan kindertjes die nog geen 1 jaar oud zijn. Hè? En dan zijn er een paar onafhankelijke onderzoeken die zeggen van, nou, dat zou ik niet doen. Maar ja, dan is het zo in balans zijn, dus zeg maar, ja, maar heel veel onderzoeken zeggen het ook van wel. Ja, dan krijg je de media, dan gaan ze zich ook mee bemoeien en zeggen, oh kijk, hier, ja, onderzoeken zeggen het, dus het zal wel goed zijn. En dan krijg je dus op basis van een advies van zo'n gezondheidsraad, van mensen die helemaal niet weten waar hun belangen liggen precies, krijg je dan zo'n hepatitis B-vaccin bij het Rijksvaccinatieprogramma. Die arme, arme baby'tjes. Ja, en ieder vaccin is gewoon een risico. Ja, door die aluminium, hè, door die reststoffen, door ook die antibiotica, die andere rare dingen die erin zitten. Hier hulpstoffen, formaldehyde. Ook zo'n mooi voorbeeld. Er zat een kwikverbinding in. Zeggen ze dan ook nog hier, doodleuk. Op die website van het Rijksvaccinatieprogramma. Een ethyl kwikverbinding. Maar die zit er niet meer in. Nee, maar hoe lang heeft hij er dan wel in gezeten? En is het dus ongezond geweest voor ons allemaal? Klootzakken. Dat is iedere keer hetzelfde met die kutoverheid. Je kan ze helemaal niet vertrouwen. Als het kalf 1000 keer verdronken is, dan den men misschien een keer de put. En dan nog steeds mensen in de kudde, die gaan zitten blaten. Och, wat is het asociaal als jij je kinderen niet wilt inenten of vaccineren voor al die andere kinderen. Voor de gezondheidsrisico's van mijn kind. Hoe dom kun je zijn om je kinderen nog eigenlijk ja, zomaar te laten vaccineren zonder enig kritisch denkproces. Zonder even nadenken, is het eigenlijk wel nodig om een kind vol te stoppen met al die verlichte vormen van virussen. Want zo'n immuunsysteem van nog geen 1 jaar oud, die kan dat natuurlijk prima handelen. Hè? Ah, man. Maar goed, ook hier wordt nog een keer uitgelegd. Hoe krijg je nou eigenlijk hepatitis B? Hoe krijg je het nou eigenlijk? Nou, eigenlijk met name als je je ergens laat prikken door een vervuilde naald. Hè? Als je heroïne-junk zijn bijvoorbeeld. Of als je toch iets onbeschermde seksuele contacten hebt. Waardoor risico's verhoogd zijn. Of als je moeder het heeft. Als je moeder het heeft, dan wordt dat meestal vastgesteld voordat het kind geboren wordt. Want er zijn natuurlijk bepaalde risicogroepen en het wordt gewoon getest. Standaard. En dan kan zo'n kindje, als het zo is, het geneesmiddel krijgen, het vaccin krijgen. Zaak opgelost. Hoeveel baby's denk je dat er seksueel actief zijn? Of in aanraking komen met vervuilde naalden? Denk eens even na. Wat een onzin is dit. Om dit toe te voegen aan zo'n vaccinatieprogramma. We worden gewoon in de maling genomen en niet op één vlak, maar op heel veel vlakken. Maar goed, dan moet je eerst, je moet het doorhebben voordat je het ziet. Ga het alsjeblieft zien. Dit is gewoon een heel simpel voorbeeld. Het slaat nergens op. Dit hele vaccin voor die kleine kindjes is gewoon een cadeautje aan de fabrikant. Die verdient er miljoenen mee. En zo geldt het voor heel het verdienmodel van vaccins en van geneesmiddelen in het algemeen. Hè? En dan krijg je nog in het propaganda gebeuren, krijg je dan ook nog eens even dat ze Rusland erbij trekken. Dat zijn schandalen van gisteren. Vaccinatiedebat VS besmet door Russische trollen. Ik bedoel, ja, kom aan zeg, hè, wie dit allemaal nog wil geloven. ik kan er alleen maar om lachen. Nou ja, het is natuurlijk triest dat er nog heel veel mensen gewoon ook echt in geloven. Ik weet niet of ik daar enig verschil in ga kunnen maken, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk zijn er twee soorten mensen die naar mijn video's kijken. De ene die is eigenlijk al lang met me eens. Of tenminste op grote schaal. En die heeft zelf ook al een proces doorgemaakt. En die snapt ook wel dat er heel veel niet klopt van de wereld die ons wordt voorgesteld. Een andere groep die kan dit absoluut niet accepteren wat ik zeg. Die haakt meteen af. Die zegt, ja Joris, dogmatisch, complotdenker, gestoord. Of extreem, of whatever. Maak er maar iets van. Dat zal geen gulden middenweg zijn. Maar kom aan, dit is toch niet te geloven. Oké. En dan even nog een ander voorbeeld hè, van hoe het steeds fout gaat. En hoe dan het kalf na 1000 keer verdrinken en misschien dat de put wordt gedempt. Oxycodon. De enorme toename van oxycodon. Ze liet het zien. Oh ja,
verdrievoudigd in 6 jaar tijd. Verdrievoudigd. Het wordt nogal veel voorgeschreven. En waarschijnlijk zijn er zelfs mensen die erom vragen. Want het is gewoon een opiaat, maar dan synthetisch waarschijnlijk. Hè? Dus ook weer big business. Big business voor zo'n bedrijf als Actavis of andere producenten. Denk je nou werkelijk dat zo'n producent het vervelend vindt dat er heel veel mensen verslaafd raken aan hun middeltjes en dat er daardoor heel veel van verkocht wordt? Nee, die vinden dat fantastisch. Die vinden dat geweldig. Zo gaat dat. Dat is gewoon business. Dus is het in hun belang dat wij hier gezond rondlopen en dat wij vooral geen van hun medicijnen slikken, want we hebben ze niet nodig? Is dat in hun belang? Nee, dat is niet in hun belang. Het is in hun belang dat we heel veel van hun middeltjes gebruiken. Dus wat is nou de grote truc van de vaccinatie? De vaccinatie, wij worden bang gemaakt met bepaalde infectieziektes, waarvan de meeste eigenlijk al bijna uitgestorven waren toen ze begonnen met vaccineren. Waardoor we allemaal onze kindjes laten volspuiten met rotzooi, waardoor er een veel hoger aantal is van allerlei chronische aandoeningen, waardoor mensen heel veel van die medicijntjes nodig hebben van dezelfde fabrikanten als die vaccintjes laten maken. Kassa, 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 kassa! Snap het nou? Het is gewoon niet zo moeilijk te begrijpen. En er zijn zoveel voorbeelden. Laten we nog even het laatste voorbeeld, dan ga ik afsluiten. Glyfosaat, Roundup, Monsanto. Al die complotgekjes, ja, die roepen het al jaren. Het is demonisch, dat bedrijf. Je kunt ze niet geloven en vertrouwen met hun zogenaamd gesponsorde onderzoeken. Die allemaal zeggen, nee, het is allemaal safe, het is allemaal safe. Ja, nou, de praktijk is helaas anders. Ja, en dat was al lang bekend. En dan krijgt zo iemand die conciërge was op een school, die vaak het onkruid liep te verdelgen met zo'n Roundup, die krijgt een bepaalde zeer zeldzame kankersoort ziekte. Monsanto moet betalen. Het is nog niet voor niks zo dat ze net een Bayer zijn verkocht. Dat is ook een strategische keuze geweest, want ze zien het ook wel aankomen. Ze gaan natuurlijk verliezen uiteindelijk. En je hoeft ook niet zo intelligent te zijn om te snappen dat iemand die zelf met die Roundup op de spuit en kanker krijgt, al die boeren die gebruiken het ook. Het zit dus in ons eten. Wij krijgen het dus ook binnen. In iets minder hoeveelheid misschien dan zo iemand die als conciërge heeft gewerkt met dat spul. Maar we krijgen het allemaal binnen. Het zit overal in. Het zit overal in. Het zit in het grondwater. Het zit in de grond. Het zit in ons eten. Het zit overal in. En het is ook niet zo raar dat kanker doodsoorzaak nummer 1 is in Nederland. Gewoon een simpel voorbeeld. Je kan de overheid niet vertrouwen. Waarom niet? De EU stelt de beslissing 5 jaar uit. Geen verbod. Geen verbod is al jaren is het bekend. Ja, maar nee, want er waren meer onderzoeken gesponsord door dezelfde fabrikant van die rotzooi. Die zeiden dat het echt veilig was. En die politici nemen dat dan over. Je kunt ze niet vertrouwen. Duidelijk. Ik hoop dat ik een punt gemaakt heb. Ik ga het nu ook niet meer hebben over die vaccinaties voorlopig. Tenzij er echt iets anders gaat, iets raars gaat gebeuren. Cheers, lieve mensen. Tot de volgende.